Treintje, treintje, treintje Cornelis, ze was er van niks in die vies. Treintje, treintje, treintje Cornelis, gebeurde leer op Sint-Andrees. Ik heb met mijn boeken heb ik hier ook nogal wat rondgehangen. Ik heb voor dit boek, voor Kerk Bordel, heb ik een boek geschreven, De Vondelingen. En natuurlijk moeten we maar hier schuin oversteken naar de Rochestraat. En daar was het Vondelingenhuis tot in de jaren 20, 30. Dan is dat afgebroken. Hè. Dus dan heb ik ook hier, met het opzoekingswerk dat ik gedaan heb rond dat boek, heb ik ook heel veel, ben ik veel te weten gekomen over de straten en de mensen hier. Hè. En ben ik bijvoorbeeld de memme van Sint-Andries tegengekomen. En de memme van Sint-Andries, een mem, dat weten we allemaal nog, is een borst, is een vrouwenborst. Hè. En de memme van Sint-Andries waren de volksvrouwen die de kinderen, de vondelingen van het Vondelingenhuis, de borst gaven, borstvoeding gaven. Maar dan het Sint-Andries van de 19e eeuw, hè, toen het, zoals we allemaal weten, nog de parochie van miserie heette. Hè. Nu, we zijn hier om iets te vertellen over Kerk Bordel. Maar waarom een boek over de geschiedenis van de prostitutie in onze steden? Er zijn verschillende redenen voor. Omdat toen ik, denk 21 was en pas afgestudeerd was als leraar Nederlands, ik ben van het Leuvense, was er helemaal geen werk voor leraar Nederlands. En uiteindelijk had ik een job gevonden in Brussel om daar aan volwassenen Nederlands te geven, aan Franstalige zaken, mensen die ook Nederlands moesten leren. En ik was nog nooit met een trein naar Brussel geweest vanuit Leuven, want wij gingen meestal niet naar Brussel. En ik moest die een trein nemen en mijn school was achter het Leedsplein om daar te geraken. We moeten dus het Noordstation en dan de Aarschotstraat door. En ik was nog zo groen als gras achter mijn oren. En ik wist van niks van dat soort dingen. En ik ga door die straat en ik wist echt niet wat ik zag. Ik dacht, maar fa. Dus toen had ik al het idee van, tja, wie zijn die vrouwen? Waarom doen die dat? En vinden die dat plezant? Of, wat is dat? Dus ik dacht, daar wil ik ooit wel eens het fijne over weten. En dus, voilà. Ja. Dus mijn boeken gaan altijd over vrouwen. En vrouwen een beetje aan de rand van de samenleving. Vrouwen die het niet zo gemakkelijk hebben, maar die toch op een of andere manier kiezen, keuzes maken om van hun leven toch iets te maken. Hè? Bijvoorbeeld de vondelingen. Als jij als jonge vrouw in de 19e eeuw, ook in het begin van de 20e eeuw nog, zwanger geraakte en... Ja, je kon die kleine zelf niet opvoeden. Wat moest je dan doen? En je had, hoe miserie dat ook was, had je toch wel een aantal keuzes. Hè. Je kon ervoor zorgen dat dat kind gewoon geboren werd. Je ging dat opvoeden in de miserie die er was, maar dat kind zou er ook wel komen. Je kon naar een engeltjesmaakster gaan. Dat is een ander van mijn boeken. Dat heb ik, daar heb ik ook al geschiedenis over geschreven. Of je kon het kind te vondeling leggen, hè, naar de Rochestraat brengen, naar het vondelingenhuis, naar de vondelingenschuif die daar was. Hè. Dus je had toch een aantal keuzes. Hè. Er waren ook vrouwen die hun kind vermoorden, hè, kleine pasgeboren babytjes. Dat is een cijfer dat we zelfs helemaal niet kennen. Hè. Dus, maar dat kwam heel veel voor. Maar hoe dan ook, in wat voor miserie dat die vrouwen ook zaten, toch heb ik door heel veel opzoekingswerk te doen, heb ik toch het idee dat die vrouwen keuzes maakten. Hetzelfde met Kerk Bordel. Wie gaat er nu als jong meisje de keuze maken om in de prostitutie zijn kosten te verdienen? Niemand. Je kunt daar zelfs niet voor kiezen bij de beroepsoriëntering. Hè? Dat bestaat niet, zogezegd, dat beroep. Maar aan de andere kant zeggen ze dan weer, het is het oudste beroep van de wereld. Dat is niet juist. Dat is een fout, dat is een cliché en een fout cliché. Er zijn beroepen die nog ouder zijn, want om een prostituee te kunnen betalen, moet je geld verdienen.
Dus er zijn mensen, mannen vooral, hè, die voordat de prostituee er was al geld verdienden, zodat ze een vrouw kunnen betalen voor seks, voor lichamelijke liefde. Hè. Dus niet het oudste beroep ter wereld. Het oudste beroep ter wereld zijn jagers, werktuigenmakers, verhaalvertellers, kunstenaars, hè, die tekeningen maakten op de grotten enzovoort. Dus een heel lange geschiedenis, vandaar ook een boek van 500 bladzijden. Just 500 bladzijden. Sommige mensen lachen er een beetje mee, schrijven die boeken de kilo. Hè? Voilà, ja, daar lijkt het op. De Vondelingen is ook zo'n dikke klepper. Hè? Ik ben met dit boek ook hier heel kort bij in de buurt gekomen. Mevrouw gaat daar iets meer over vertellen, Seffes. En ik denk dat Lutje nog een verrassing heeft over de Lepelstraat. Hè. Het is zo dat in Antwerpen de vroegste rosse buurten waren aan het Steen, de Burchtgracht, de Blijdenhoek en hier de Lepelstraat. En de Lepelstraat is zelfs vereeuwigd in twee verhalen uit de grote Nederlandse, weliswaar Noord-Nederlandse literatuur. Maar daar gaat mevrouw iets meer over vertellen. Iemand die daar, een heel bekende Noord-Nederlandse schrijver die daar heeft over geschreven, dat is Constantijn Huygens. En heel veel mensen kennen misschien het verhaal van Treintje Cornelis. Die dus, dat was een schippersvrouw. In zijn verhaal, hè. Dus dat was een schippersvrouw die hier dus met haar man aanlegt aan de kade. Vroeger was dat dus, je moet je voorstellen dat de stad omwald was. Dus dat waren allemaal muren ter bescherming van de stad en er waren poorten in. Dus en zij leggen daaraan met een boot, die man die moet werken, want dat is de schipper, en zij trekt de stad in. En ze heeft al heel veel gehoord aan die stad. Ze is dus heel nieuwsgierig. En ze doet dus een hele tocht door die stad. Ze komt onder andere, maar zij was protestant, dus dat moet ik er ook bij zeggen. Ze komt dus, is benieuwd, ze komt daar aan de kathedraal onder andere. En ze doet een hele tocht verder door. En ze belandt hier in die beruchte Lepelstraat. Maar die beruchte Lepelstraat, dat was bekend, dat was een prostitutiebuurt. En ze wordt daar aangeklampt door een zekere maai. Sorry, mannen zitten hier twee maaien binnen, maar die hebben er niks mee te maken. Dus door een zekere maai die prostituee is en haar pooier en die lokken haar binnen. Die maken haar dronken. En als ze goed dronken is, dan beroven die haar van al wat ze heeft. Dus ze heeft wat juweeltjes aan, een halskettingetje. Ze heeft mooie kleren aan. Moet er rekening mee houden. In die tijd, kleren, dat was duur. Dat had een waarde. He, wij zeggen nog altijd, dat is een ander paar mouwen. Dat was omdat ze de mouwen niet in de kleren vastzetten, die waren eraan geknoopt. Zodanig dat die versleten waren, dat je die er kon afdoen, kon een nieuw paar mouwen. Dat komt nog altijd van die weelde van die kleren. Dus zij is mouwen en kleren en heel de bataclan, ze is dat allemaal kwijtgespeeld. Door natuurlijk de slimme en de sluwe aanpak van die maai en haar compagnon. En nu moeten ze er ergens mee blijven, dus ze trekken die zo wel vodden aan. Ze laden die op een stootkar of op een kruiwagen. En ze kunnen die natuurlijk niet voor de deur achterlaten. Ze rijden die naar Ginder, waar dan nu het standbeeld van Rijswijk staat. Dus zo is het uitgestippeld. Dat wil zeggen, hoe weten we dat, of hoe vermoeden we dat? Wij hebben contact gehad ooit met een Neerlandicus, dokter Hermkes, ik mag niet zeggen een professor, dus een Neerlandicus. Die was een beetje bezeten van dat verhaal. En die heeft dat boek van Constantijn Huygens, die heeft dat helemaal uitgerafeld. En die is gaan zoeken, hoe is dat treintje nu door dat Antwerpen gegaan? Dus die Constantijn Huygens, die schrijver, die moet Antwerpen ook... Wat van Antwerpen?
Dat wist ik niet. Dus hij moet dat heel goed gekend hebben. Ja, die was van Antwerpen, want die is met zijn ouders gevlucht. Toen met de reformatie en alle godsdienstroebelen, is die van Antwerpen naar, weet ik veel waar, in Nederland gevlucht, staat in mijn boek. Ja, ja. En dus die kende Antwerpen zeer, zeer goed. Ja. Anders dan, sorry dat ik even tussen steek, maar er is nog een andere auteur, Bredero, die de Spaanse Brabander geschreven heeft. Dat speelt zich ook hier af. Hè? Maar dat is dan weer... Jerolimo heet die, en die vlucht van Antwerpen naar Amsterdam. En die vertelt daar over hoe dat het met de hoertjes hier in Antwerpen in de Nebelstraat ging. Maar die was niet van Antwerpen. Terwijl, ja, Trentje Cornelis is dus typisch schoon Antwerps plat, Antwerps van hier. Ja. Omdat zijn vader en zijn ouders woonden hier. Dus hij kon Antwerps spreken. En die Hermkes, die heeft dat ook die taal helemaal ontrafeld. En hij zegt, hij moet ongelooflijk goed Antwerps gekend hebben, want je komt dat tegen in zijn tekst, als hij dus de mensen Antwerps laat spreken, wat natuurlijk niet het Antwerps is, of Antwerps zou hij naspreken, dat is aan hem langs. Vandaar. Nu, die tocht van dat treintje Cornelis, we hebben er toen een evocatie rond gedaan, op verzoek van die dokter. En we hebben dan een scène laten, de mesthoopscène. Die hebben we laten naspelen door een actrice, dat jullie theater, Annemie Goris. Die heeft dat, Annemie, sommige kennen haar, hè? Die heeft al ginder de mesthoopscène gespeeld op het moment dat uw treintje wakker wordt. Ontdaan van al haar kleren en haar rijkdom op de mest op en ging er op dat plein, toenmalige plein, je kunt van het plein niet spreken, want je had dus locaties in Antwerpen waar dat vuil gestort werd, dat is niet overal, enfin, dat gaat ons verder blijven, maar daar wordt ze dan wakker. En dan doet ze daar een memorabele speech, natuurlijk, het is een toneelstuk dat hem heeft geschreven. En ons Lutje die heeft daar een liedje over gemaakt, over de sukkeltreintje Cornelis, die hier in Antwerpen terecht komt. Was in het eerste jaar na de vrede een Hollandse boot legde aan. Klaas en Kees verkochten hun koopwaar waar Treintje de stad in zou gaan. En s'morgens bezochten ze die kerk nog danner en Ozie van Steen op de mat. De nonnen in het klooster die zagen er zitten, want Trein was een masker apart. Treintje, Treintje, Treintje Cornelis, ze was er van niks niet vies. Treintje, Treintje, Treintje Cornelis, je buiten niet op Sint-Andries. Wou ze de citadel gaan bezoeken en lag Sint-Andries aan ze gang. Ze leef door de loze markt en de boekstijg in de Leipoldstraat, daar blijft ze staan. Marie Maai was een oerke, die rookte een affaire, die zei kom hier zeer was goed kind. Wat kennen we mekaar, dan moeten we vieren, dus pakken we samen een pint. Treintje, Treintje, Treintje Cornelis, ze was er van niks meer vies. Treintje, Treintje, Treintje Cornelis, er gebeurde hier op Sint-Andries. Er weer hier dan geen enkel pintje gedronken, er kwamen ook mannen erbij. En toen zal die pinten aan ooit gedronken, toen rolden ze zakjes opzij. En toen zal die pinten aan ooit gedronken, toen wist ze van niks niet meer. Marie pakte haar kleren, haar geld en juwelen, en de mannen die pakten haar eer. Treintje, Treintje, Treintje Cornelis, ze was er van niets en niet
Andries. Ze stoken er in mannenkleren nog garen, Frans pakte er mij bij de kroeg. En juist als twee zatlappen haar in arm, zo kwamen zonder ze revolg. Daar weer zou dan maar op een mist opgesmeten, sleep verder in het nachtelijke uur. Voor de poort van het klooster de nachtwaker vond er en zo eindigde deze avontuur. Treintje, treintje, treintje Cornelis, ze was er van niets keer niet vies. Treintje, treintje, treintje Cornelis, het gebeurde hier op Sint-Andries. Loontje komt meestal altijd om zijn boontje, dat wordt in het spreekwoord verteld. Maar dan moet gij constant aan ooitjes maar lezen en hoe dat hier afliep ons geld. Des klucht is een les voor de Hollandse maskers, ik geef ze hier gratis advies. Kom gerust als je wilt ons goed stad eens bekijken, maar drink niet te veel op Sint-Andries. Treintje, treintje, treintje Cornelis, ze was er van iets hier niet vies. Treintje,